Dus welkom iedereen bij dit afsluitende webinar van het alweer derde leertraject, inspiratietraject over het samenwerken met de mensen om wie het gaat. Vandaag zijn alle deelnemende coalities die zullen hun pitch laten zien, dus laten zien wat ze hebben geleerd en wat hun eye-openers zijn geweest. Maar voordat we ze allemaal aan het woord laten, hebben we eerst, als zij inmiddels in ieder geval binnen is, gesprek. Marieke gaat gesprek aan met Angela Uitenwillige. Zij is programmamanager Kansrijke Stad bij VWS. En daarnaast komt ook Eva Bruschaert en zij is ervaringsdeskundige. Dus zij gaan samen het gesprek voeren met Marieke. En het is nog even goed om te noemen dat wij van deze sessie een opname maken. Dus dat betekent als je niet in beeld wil, dan kun je best je camera uitzetten. En voor de mensen die het nog niet gedaan hebben, het is fijn als je eventjes je naam en eventueel ook je gemeente of waar je van bent, zeg maar, in je venstertje wil typen. Dus dat even als huishoudelijke mededelingen. En nou, dan gaan we eerst het gesprek aan met Angela en met Eva en geef ik het woord door het stokje aan Marieke. Hoi, goedemiddag Angela en Eva. Zijn jullie er? Ja, ik ben er. Ik ook. Ik moet even, mijn iPad heeft honger, dus die geef ik even te eten. Ja, ik ben er ook. Ik moet even helaas zeggen dat ik het via mijn telefoon doe en ik zie jullie dus nu niet eens in beeld. Maar volgens mij kunnen wij prima het gesprek nu zo aangaan. Zeker. Leuk dat jullie er zijn. Eva, jij bent de ervaringsdeskundige en vanuit jouw ervaring heb jij zelf een organisatie opgelicht om lotgenotencontact te bevorderen. Kun jij allereerst ons misschien meenemen in jouw verhaal, hoe het was om in een hele kwetsbare situatie zwanger te zijn en een kindje te krijgen, wat dat met jou deed en wat jij gemist hebt qua ondersteuning en zorg gedurende die periode? Ja, mijn naam is Eva Bruschaert. Ik ben nu inmiddels 42. Maar ik was 22 toen ik in verwachting raakte van mijn eerste zwangerschap. Dus dat is ook wel spannend, hè, je eerste zwangerschap. Daarnaast had ik geen netwerk. En als je zo jong bent, dan beland je vaak van de ene problematiek naar de andere. Want ik had ook geen huisvesting, ik woonde op een studentenkamer. Dus ik had en geen huisvesting en geen netwerk. En ik studeerde nog. Dus ik kwam van de ene uitdaging naar de ander. En uiteindelijk van het ene probleem naar het andere. En dat heeft heel, heel erg lang geduurd. Ik heb 7 jaar lang op de armoedegrens gezeten. In heel veel stress, heel veel spanningen, heel veel eenzaamheid, heel veel verdriet. Als ik terugkijk op die periode, was dat de meest eenzame periode in mijn leven. En als ik dan achteraf ook kijk, wat had mij geholpen? Dan is het gek genoeg gewoon vriendschap, oppas en andere hulp. Vanuit een kwetsbare positie. Daar weer terug te komen om de regie op mijn eigen leven te hebben. Kun je ook wat voorbeelden geven van ondersteuning die je gemist hebt? Nou, het begon al eigenlijk bij mij bij de zwangerschap. Ik ging me aanmelden omdat ik dus in een kwetsbare situatie zat bij de hulpverlening. Bijvoorbeeld, ik begon om te zeggen van, hé, ik ben zwanger, wat nu? Nou, toen kreeg ik eigenlijk al meteen heel veel negativiteit over me heen. Van, je kunt het beter laten weghalen. Ik herinner me dat gesprek nog. Dat was een soort van bekenningsgesprek bij het FIOM in Leiden. Ze zeiden, want de kinderen groeien van alleenstaande moeders op in de criminaliteit. Je hebt je leven niet op in orde. Je kunt het beste gewoon weg laten halen. Toen zat ik bij een andere hulpverlener, bij Ceres. En dat was een soort van warm bad. En uiteindelijk heb ik mijn eigen weg proberen te vinden in de zwangerschap. Maar ook daarna gewoon echt praktische hulp. Bijvoorbeeld, ik was net bevallen en ik was opengescheurd. En ze konden mijn bed niet op klossen zetten, want dat zat niet in het protocol. Ze konden geen boodschappen doen, want ik had geen geld voor een fiets. Dus ik had geen fiets voor haar. Gewoon eigenlijk alles van het halen tot boodschapjes, van kraamverband tot eten gewoon. En alles was moeizaam, alles was ingewikkeld. Daarnaast, als je alleen staat, dan zit je ook vaak nog in de juridische strijd. Ik zat in de juridische strijd met mijn ex-partner en ik had gewoon geen huis. Ik zat nog op school, ik wist niet hoe ik dat met school moest doen. Ik had geen kinderopvang, ik had geen netwerk. En ja, dat was een heleboel hulp. Maar ik ervoer dat als een hele angstige periode ook. Want ik kreeg eigenlijk van de eerlijkheid die ik had en de openheid die ik had ook. Naar bijvoorbeeld, ik landde al heel snel in een groep van angstige vrouwen. In het ene probleem naar het andere. En ik had binnen een jaar had ik zelfs een ondertoezichtstelling. Ja, toen durfde ik al helemaal niks meer te zeggen. En
Ja, en toen ben ik echt in nog meer problemen beland, want dan brand je in een hele grote eenzaamheid. Ja, dus binnen ja. Kansrijke Start focussen we ons heel sterk op mensen die zoals jij in zo'n kwetsbare situatie met stapeling aan problematiek, risicofactoren en heel weinig beschermende factoren zoals we dat noemen, zoals een sociaal vangnet, ondersteuning, maar ook het vertrouwen van onder andere professionals dat je het wel kan. Angela, jij ook welkom. Leuk dat je bent. Ik wil graag van jou misschien ook weten waarom het dan zo belangrijk is dat wij samenwerking aangaan met mensen zoals Eva in dit programma. Ja, wat natuurlijk heel super belangrijk is, en dat roept het verhaal van Eva natuurlijk gelijk op, van wat, om gewoon te horen van wat had nou geholpen. Hey, ik heb ook wel geleerd in de loop der tijd dat heeft ook alles te maken met timing. Hè? Op wat voor moment kom je wie tegen, in welke setting. En wil je op dat moment geholpen worden. Maar dan nog is het zo belangrijk van wat is er dan nodig. En hoe weten we dat en hoe kunnen we daarop inspelen. Dat maakt het heel belangrijk. En tegelijkertijd met elkaar dan in het. Hè, wat wij bij Kansrijke Start proberen natuurlijk, is de hele ondersteuning rondom die eerste 1000 dagen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Van wat heb je überhaupt allemaal nodig rondom begeleiding van die eerste 1000 dagen. En daar is dit gewoon een hele belangrijk onderdeel van. Wat misschien in het begin te weinig aandacht heeft gehad. Volgens mij proberen we dat nu meer aandacht te geven. Om dat gesprek gewoon goed aan te gaan. En tegelijkertijd is dan de uitdaging van hey, hoe past het dan in het geheel van die aanpak rondom de eerste 1000 dagen. Want wat Eva volgens mij net ook zei, of wat jij zei, Marieke, de begeleiding dan van professionals, hoe passen die erin? Het is niet één ding wat beter moet en dat dan alles goed gaat. Het is het geheel van factoren, van hoe zorg je ervoor dat geheel goed aansluit bij, in dit geval wat Eva toen nodig had gehad. Maar ik weet niet, Eva, kan je daar iets over zeggen? Wat je toen nodig had gehad, wat jou toen had geholpen? Ja, als ik kijk naar toen en kijk naar nu, dan zie ik alleen maar dat er een stijging is van het aantal kwetsbare en alleenstaande ouders. Hè? Dat als ik nu kijk, dat 1 op 10 van de ouders al beter. Misschien kan iedereen die niet aan het woord heeft het geluid uitzetten. Oké, pakken we 2 even op, jongens. Ja, en dan... Ja. Als ik kijk naar toen en nu, denk ik dat er een groei is van alleenstaande ouders, meer dan 500.000, waarvan 1 op de 10 geboren wordt in een kwetsbare periode. Want ik bedoel, als je er tijdens de zwangerschap alleen voor komt te staan, dat is echt een hele verdrietige periode. Je hebt geen roze droom, je hebt eerdere donkere wolken. En het is zo fijn als je dan een netwerk hebt van mensen die kunnen steunen. Als ik nu kijk naar Single Superman, een organisatie die ik gestart ben in 2008, en dan kijk naar de impact die het heeft gehad, heeft Single Superman mij uit mijn isolement gehaald. Ik had gewoon heel klein in mijn woonkamer begonnen. Ik had iemand die voor mij een boodschapje deed. We konden op elkaars kinderen passen. En we hoefden elkaar ook niet alles uit te leggen. We wisten hoe het was om alleenstaand te zijn en elkaar te helpen. De een kon bijvoorbeeld een spijker in de muur slaan. De ander kon helpen met de cv. En vanuit een stimulerende omgeving en elkaar ook informeren over de formele zorg, konden wij ook veel beter drempels weer overgaan. Ik zie het nu nog steeds in Amsterdam, waar wij bijvoorbeeld in elk stadsdeel nu opereren, door samen te werken met de formele zorg. Bijvoorbeeld, wij hebben spreekuren in de locaties van de formele zorg, maar we kunnen wel samenwerken. En dan komt vaak een ouder bij ons en zegt, ja, wij zijn bang bijvoorbeeld uithuisplaatsingen, of wij zijn bang dat als wij alles eerlijk vertellen, dat wij in de problemen komen. En dan kunnen wij toch heel vaak op een bemiddelende manier, ervaringsdeskundige manier, met de ouders een vertrouwensrelatie opbouwen, waarin we samen kijken naar een oplossing. En ik merk dat er dan aan beide kanten te leren valt. Zowel aan de ouders van, oké, er is zorg en je kunt de zorg op de zorg vertrouwen. En het heeft ook voordelen om gebruik te maken van de zorg. Maar voor de formele zorg is het ook fijn dat wij een soort van overdracht kunnen doen, een warme overdracht, maar dat wij ook gewoon ouders ook echt stimuleren om gebruik te maken van de zorg. En daarnaast biedt de informele zorg die wij hebben gewoon echt een supergoed netwerk van allemaal alleenstaande ouders die elkaar helpen voor oppas, vriendschap en andere hulp. En ook 24/7 weten te vinden op onze platforms. En dat is gewoon, dat helpt gewoon voor eenzaamheid, voor vriendschap, voor andere hulp. Mooi.
Ja, maar dat betekent dus wel dat die samenwerking plaats moet vinden. Hè? En dan wat we dus zien binnen Kansrijk, en dan gaan we het ook zo zien in de pitches, is dat dat op lokaal niveau heel belangrijk is. Maar voordat we daar naartoe gaan, Angela, wil ik ook nog even op landelijk niveau. Hè? Wordt ervaringskennis is nu echt omarmd. Hè? Ja. Je hebt een spiegelgroep. Misschien kan je daar iets meer over vertellen, over dat leerproces en waar je op nu staat. Ja. Nou, sinds een jaar, anderhalf jaar, hebben we spiegelgroep met ervaringsdeskundigen langzaam een beetje opgebouwd. Eigenlijk op basis van contacten in het eerste jaar toen de programmamanager was Kansrijk startte, was ik al een aantal mensen tegengekomen. Volgens mij Eva ook en ook Fietje Schelling en een aantal mensen die mij daarop hadden aangesproken van hey, hoezo doen we dat nu niet rondom Kansrijk starten? En ik was eigenlijk vanaf seconde 1 dat ik dacht, nou, daar wil ik toch wel heel graag iets mee. Ik had in het verleden ook ervaring op die manier met ervaringskundigheid dat heel goed werkte. Dus zijn we daar toch mee begonnen. Ondanks dat het rondom Kansrijk start wellicht in eerste instantie een beetje raar lijkt, omdat mensen 9 maanden zwanger zijn en dan weer niet meer zwanger zijn. Maar het is natuurlijk veel meer eromheen. Het is de aanloop, het is de zwangerschap en ook de periode daarna. Dus we zijn ermee begonnen en dat is inderdaad zoeken met elkaar en met die spiegelgroep van, hoe kunnen we dat nou goed inrichten en hoe sluiten we de leden van de spiegelgroep goed aan bij wat we doen, de aanpak, de onderdelen van de aanpak, wat vinden leden van de spiegelgroep van allerlei onderdelen en hoe zorgen we ervoor dat we op het juiste moment we dingen uitkruisen, zeg maar. En niet dat het als het helemaal kant-en-klaar is en dat er dan getekend kan worden bij het kruisje. Dat is niet handig. Helemaal aan het begin, als alles open ligt, is ook niet helemaal handig. Iets ertussenin. En hoe regelen we betrokkenheid? Nou, daar leren we in. We gaan nu, denk ik, weer een soort nieuwe fase in. Dat we de leden van de spiegelgroep, er zit nu ook een ervaringskundige in mij, of een ervaringskundige adviseur, moet ik zeggen. Nou, die titel, Eefke Posma, zit in het programmateam. Kansrijke start. En die geeft ons de hele tijd feedback op wat we doen en waar we mee bezig zijn. En op wat voor manier ervaringskundige daar een rol in kan spelen. Maar ook met de spiegelgroep hebben we eigenlijk alle leden van de spiegelgroep, of de meeste leden, dat is in ieder geval de werkwijze die we graag willen met elkaar. Is dat we. Er staat nog steeds ergens een microfoon. Ja, dat begrijp ik ook niet. Kan iemand even alles weer uitzetten en dan weer naar Angela toe? Ja, dankjewel. Dat we eigenlijk leden van de spiegelgroep echt de plekjes geven in verschillende onderdelen van van de aanpak Kansrijk start. Zoals in de landelijke coalitie zitten nu 2 leden van de spiegelgroep. Maar ook bij aan dit leertraject zijn natuurlijk ook leden van de spiegelgroep verbonden. Maar ook als het gaat over monitoring, hoe kijken we nou hoe resultaten boeken? Daar denken leden over mee. Nou, zo zijn we een beetje met elkaar aan het zoeken van hoe doen we dit nou het slimste en hoe kunnen ze met elkaar ook elkaar verder helpen. Dus dat is best wel een zoektocht met elkaar, maar daar zetten we stappen in. En wat ik ook wel mooi vond in het verlengde hiervan, is dat we ook in het opstellen van de vervolgaanpak Kansrijke start, die we vorige week naar de Kamer hebben gestuurd. In de voorbereiding daarvan hebben we ook ronde tafels gehad. En ook in die ronde tafels was de betrokkenheid van ouders was echt een belangrijk punt, maar ook maak echt beter gebruik van het informeel netwerk om je heen. Nou, dat moet er ook zijn, hè? Dat is dan altijd een zinnetje wat ik er gelijk achteraan denk. Maar maak daar meer gebruik van, hè? Zowel je eigen netwerk in de straat, je familie, maar ook het vrijwilligersnetwerk. En wat ik uit die bijeenkomst heel erg heb meegenomen, heb ik al bij andere bijeenkomsten ook gezegd, het luisteren, hè? Dat we naar ouders luisteren, is superbelangrijk. Dat zei Eva net ook, hè? Ergens dat er een keer naar me geluisterd werd, echt naar me geluisterd werd en daarna gehandeld werd. Nou, dat hoor je best wel vaak. Dat natuurlijk het allerbelangrijkste is, dat te vaak niet gebeurt. Maar dat er ook geluisterd wordt naar het informeel netwerk. Dus wat het informeel netwerk, hoe die link ligt met de formele zorg. En dat ook serieus wordt genomen en dat ook eigenlijk te vaak misschien niet gebeurt. En daar vond ik luisteren ook zo'n eye-opener. Ik dacht, oh ja, daar zit ook dat luisteren. Dus ook daar super belangrijk. Dus ook betrokkenheid van informeel netwerken. Nou, daar hebben we vorige week op onze conferentie, stond ook in dat licht. Dat is denk ik echt nog een waar we nog onvoldoende op doen en waar we nog onvoldoende uithalen, waar we echt nog verder op kunnen doorontwikkelen. En dat zit natuurlijk heel dicht aan tegen ervaringsdeskundigheid en betrekken van de mensen om wie het gaat. Ja, en mooi is natuurlijk dat de staatssecretaris ook daar echt oren naar heeft. Hè? Die gaat heel erg vol in de ervaringsdeskundigheid. En je ziet ook een beweging in het land. Ja. Hè? Dat steeds meer mensen hier iets mee willen en hiervoor gaan.
waar wij dus met z'n allen in zitten. Dat vind ik een hele mooie beweging. En dan gaan we even terug naar het leertraject. Want op lokaal niveau wordt er al heel veel gedaan in de eerste en tweede leertraject. Mensen die daaraan deel hebben genomen. En nu het derde leertraject zit in de afrondende fase met dit webinar. We zijn nu zover dat er een hele mooie pitches gegeven gaan worden. Met prachtige waarin prachtige resultaten en ontwikkelingen en kennis en ervaring gedeeld worden. Voordat we naar de pitches gaan, nog even dit. Ik zou heel graag willen, Eva en Angela, dat jullie misschien nog iets van een wens of zo uitspreken naar de lokale coalities die daar hier nog niet mee aan de slag zijn. Of iets dat jullie hen toe kunnen zeggen van, om hen te inspireren om hier wel iets mee te gaan doen. Angela. Wat ik zou willen meegeven is, ga gewoon aan de slag met betrekken van ouders, ervaringsdeskundigen, hoe ingewikkeld of hoe ongemakkelijk het misschien in het begin ook even is. Want het is zo mooi om het gesprek gewoon aan te gaan met elkaar. Dus zet gewoon die stap en dat rolt zich vanzelf verder, is mijn ervaring. Dus dat gun ik iedereen eigenlijk. Mooi. En jij, Eva, wil jij de lokale coalities nog wat meegeven? Ja, heel veel. Maar een van de dingen die ik ook wel denk dat belangrijk is, is probeer ook out of the box te denken. En dat is misschien lastig als je zeker in een organisatie werkt waar een stramien is, waar alles een protocol is. Maar er is voor heel veel situaties gewoon geen protocol. Bijvoorbeeld om een voorbeeld te noemen, dan zeggen ze van je mag niet samenwonen of je krijgt geen huurtoeslag als je in een duurdere woning woont. Maar er zijn gewoon geen sociale woningen. Dus de andere optie is misschien op straat wonen. De oplossingen zijn soms echt wel ingewikkeld. De situaties ook. Dat er bijvoorbeeld geen huisvesting is. Of bijvoorbeeld, er hangen er elektriciteitsdraden door de woning. Want de woning niet helemaal af is. Dus een soort van onveilige situaties. Waar ze zeggen, de vrouw kan daar nog niet wonen. Nou, kijk dan toch of er een klusjesman kan helpen. Ook al is dat niet het protocol. In plaats van moeder bijvoorbeeld een onder toezichtstelling aanbevelen. Of nog meer stress veroorzaken. Er is gewoon soms gewoon echt niet altijd een passende oplossing. En dan is het kijken van wat heeft moeder op dit moment nodig of vader. Dus in die samenwerking, ook al lijken de oplossingen die ouders dan misschien geven een soort bijna niet haalbaar, omdat ze niet passen in de protocollen of in het systeem dat staat. Jij zegt, ga dan kijken wat wel mogelijk is. En ga eens proberen te denken buiten dat systeem wat nu gecreëerd is. Perfect. Ik wil jullie allebei hartstikke bedanken, want we moeten snel door. We lopen al iets uit. Blijf vooral, als je tijd hebt, heel leuk om mee te krijgen wat de coalities allemaal gedaan hebben de afgelopen maanden. We beginnen met 6 pitches van de eerste 6 coalities die meegedaan hebben. En daarna gaan we in de breakout rooms. De vragen die je hebt als je luistert naar die pitches, bewaar die vooral. Want die zijn voor de breakout rooms. Want in de breakout rooms ga je met de mensen die daarvoor net een pitch hebben gedaan, in gesprek over hun ontwikkelingen, over hun ervaring, de vragen die jullie hebben. Dus hou die voor je. Carla, volgens mij kunnen we dan bellen naar de breakout rooms. Nee, of naar de pitches, sorry. Naar de pitches. Ja. Sorry, naar de pitches. Naar ja, de pitches. Je dacht, we testen even of we scherp zijn. Ja, maar heel goed. We gaan eerst naar de pitches. En het is misschien goed even nog de aanvulling op wat jij zegt. Om ook even te laten weten dat wij jullie toedelen. Dus dat betekent dat je bij een van deze 6 straks van de coalities die de pitch gaan geven in de breakout room komt. Dus mocht je dan vragen hebben voor anderen, dan is het goed om die gewoon eventjes te bewaren. Dan gaan we inderdaad beginnen met dus inderdaad de eerste 6. En dan is als eerste Zaanstad aan de beurt. Dat zijn Joanne en Cindy. Die gaan vertellen wat zij in Zaanstad hebben geleerd en wat ze gaan doen. En nou, vertel vooral. Ja, dankjewel. Ik ben Joanne Wieringa en ik werk dus binnen de gemeente Zaanstad, zowel als projectleider van het project Nu Niet Zwanger, als bij de gemeente het project Voor een Kansrijke Start. Binnen Voor een Kansrijke Start doen we onderzoek naar het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen. En het afgelopen half jaar hebben we daarin vooral ook veel met inwoners gesproken over, met moeders en vaders, over hoe zij denken dat onbedoelde zwangerschappen voorkomen kunnen worden.
En daar is eigenlijk wel, zijn wel echt zaadjes geplant om ook aan de slag te gaan met dit leertraject. Want binnen de gemeente Zaanstad is al wel een aantal jaar een hele actieve coalitie kansrijke starten. We hebben dus Nu Niet Zwanger, we hebben Moeders van Zaanstad. We hebben actieve samenwerking wordt er gezocht tussen sociaal en medisch domein. Maar eigenlijk was er nog niet heel veel plek voor de inwoners om hun aan het woord te laten. Hè. Dus er waren, vandaar deze tekening ook, er waren al heel veel puzzelstukjes. Maar echt, er ontbrak nog wel één puzzelstukje en dat was die van de inwoners. En binnen het onderzoek wat ik net vertelde, rondom het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen, waren we onder andere actief in gesprek met moeders. En zij hebben ook echt aangegeven dat zij het onwijs waarderen om zelf hun bijdrage te leveren aan het onderzoek. Echt in gesprek te gaan met professionals, zich gehoord te voelen. En ook echt, ze hadden echt het idee van hier gaan we ook echt mee aan de slag. En dat hebben ze ook echt uitgesproken, dat zouden we graag vaker willen doen. En zo hebben wij hun ook zelf de resultaten laten delen van het onderzoek. Hè? Dus we zijn niet als onderzoekers of onderzoekers van Faros en Rutgers waren betrokken. Die hebben niet de resultaten gepresenteerd van het onderzoek. Maar dat hebben de moeders, de jongeren en de professionals zelf gedaan. Nou, en zo is echt wel een zaadje geplant om hiermee aan de slag te gaan. Er was heel veel enthousiasme ook bij de gemeente en bij professionals om hier, hier ook mee verder te gaan. Dus vandaar dat we, Cindy en ik, samen aan het leertraject zijn begonnen. En Cindy zal daar nog wat meer over vertellen. Nou, tijdens het leertraject hebben we vooral natuurlijk heel veel gehad aan de webinars, maar vooral ook de gesprekken met Marika en Bella. En waar we zo eigenlijk heel open in gingen en zoekende waren van, goh, waar kunnen we nou wat doen en wat betekenen, kwamen we eigenlijk wel heel snel met een plan voor een bewonerspanel, maar dat kwam toch niet helemaal van de grond, waardoor we ook met de gemeente er niet helemaal uitkwamen. Dus nu gaan we ook met de gemeente in gesprek over, wat is er allemaal en hoe kunnen we dat allemaal vorm gaan geven? Want er wordt van alle kanten eigenlijk gevraagd om ervaringsdeskundigen of mensen met ervaring. Maar wat we vooral... Ja, dus ik zie een vraag, mogen we de sprekers zien? Maar ik ben gewoon, als het goed is, in beeld. Ik weet niet waarom jullie mij niet zien. Nee, misschien goed om even te zeggen, dat heeft ook met je eigen instelling misschien te maken. Het kan zijn als je ook bijvoorbeeld op een iPad kijkt dat je de sprekers niet ziet. Maar ik denk dat een heleboel mensen wel gewoon die hem op speakers view hebben, de sprekers ook zien. Dus ga vooral door, Cindy. Oké. Dus wij zijn nu het pad aan bewandelen dat we dus met gemeenten in gesprek gaan. Over, wat loopt er allemaal en hoe kunnen we dat vooral samen, bij elkaar samenbrengen. Dat het gewoon goed aansluit bij wat iedereen wil en bij Kansrijker Start. En waar wij ons nu op gaan focussen is het oriënteren op een moederraad en het liefst een ouderraad. Voor een VSV, dat is een verloskundige samenwerkingsverband. Die vraag kwam zowel uit het onderzoek waar Joanne net over had. En het komt eigenlijk ook vanuit het VSV zelf. En in een gesprek wat we daarover hebben gehad, gaf eigenlijk een manager van de GGD ook aan. Goh, daar heb ik eigenlijk ook wel oren naar. Dus we proberen dan het VSV te koppelen aan de jeugdgezondheidszorg, zodat we hem wat breder kunnen inzetten. Nou ja, en daar lopen de gesprekken eigenlijk nu over. Dus eigenlijk in alles wat er al loopt, zoals Joanna eerder al zegt, probeerden we het ontbrekende puzzelstukje toe te voegen, als zijn dus de mensen om wie het gaat. Dankjewel Cindy en ook Joanne voor dit mooie complete beeld van Zaanstad. We gaan door naar de volgende, dat is de Kempen. Dat zijn Patricia en Inge. Wordt eventjes van spotlight gewisseld. En ik zie de Kempen, jullie zijn gewoon allemaal samen in één ruimte. Dus ik hoop dat jullie het geluid nu goed hebben, want volgens mij hadden jullie daar wat problemen mee. Ik hoor graag jullie verhaal.
Ja, wel wat zacht, maar het is wat mij betreft goed te horen. Dus dan moeten we even een beetje hard praten. Perfect, perfect. Oké, okay. Helemaal goed. Dan gaan we beginnen. Ja, wij zitten als de campergemeente bij elkaar. Ik ben Patricia, naast mij zit mijn collega Tess van de gemeente Bladel. Anja vanuit CEG en Inge vanuit de GGD. En wij zijn als coalitie eigenlijk halverwege vorig jaar gestart. Om het weer opnieuw leven in te blazen, omdat na corona was het heeft even stil, of in coronatijd heeft het even stilgelegen. En eigenlijk de stappen in het zand zeggen voor ons dat we eigenlijk al een heel pad hebben gelopen, maar dat we nog heel veel stappen te maken hebben en dat iedereen ook zijn eigen pad mag lopen. Dus vandaar ook dit beeld. En vanuit de coalitie zijn we eigenlijk opnieuw begonnen om te kijken wat willen we nou gaan bereiken. We hebben 3 werkgroepen opgestart waar we mee begonnen zijn. En een van de werkgroepen ging over ouderbetrokkenheid. En daarvan zijn wij eigenlijk de werkgroepenleden. En wij hebben de afgelopen periode dus ook besloten om deel te nemen aan het leertraject. Omdat we het belangrijk vonden om ook te weten hoe we nou ouders ook kunnen betrekken in het kansrijke start, de kansrijke startcoalitie. En eigenlijk hebben we daar een heel pad in gelopen samen met VAROS. En wat we eruit hebben gehaald is dat we echt wel meer bewust zijn geworden van de rol van ouders. De belangrijkheid, het belang van het betrekken van ouders. En ook wel de rol van vaders vonden we heel erg een eye-opener. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om verschillende interviews te gaan houden. En vanuit die interviews willen we eigenlijk steeds meer verdieping brengen in welke rol hebben nou ouders en hoe kunnen wij nou als coalitie dat op een bepaalde manier gaan integreren in de kansrijke start. En het laatste idee wat we hebben bedacht is dat we eigenlijk een soort ansichtkaartjes willen maken die we uit willen delen of mee willen geven aan mensen die wij interviewen of aan andere coalitieleden. Waardoor we in contact kunnen komen met nog verder met de doelgroep, zeg maar. Waardoor we eigenlijk zoveel mogelijk ouders willen spreken. En uiteindelijk hopen we te komen tot bijvoorbeeld een ouderraad of een moederraad. Dat weten we eigenlijk nog helemaal niet. Maar dat is wel een beetje het doel. Dus dat is heel kort waar wij als campergemeente nu staan. En Inge heeft een mooi voorbeeld van een interview dat zij heeft gehouden met een moeder. En dat wilde we graag ook met jullie delen. Dus bij deze. Nou ja, de casus gaat over Stan. Stan heeft een mama welke werkzaam was in de prostitutie en drank- en drugsverslaafd was. En ik zeg bewust was, want toen ze er met 23 weken achter kwam dat ze zwanger was, is ze meteen gestopt. Zwangerschap was tot toen dus ook ongecontroleerd. Ze is hulp gaan zoeken en heeft die uiteindelijk kunnen vinden bij het Leger des Heils. Nou ja, het complete leven van deze mama veranderde natuurlijk van de een op de andere dag. Wat ze zeker wist was dat ze het in ieder geval perfect wilde doen voor haar, in dit geval zoontje. Maar wat is dan perfect en wat komt er toch veel kijken bij zo'n kleintje? Wat brengt er toch veel onzekerheden met zich mee? En wat is het toch zwaar in je eentje? En waar kun je terecht met al je vragen? Wat is het toch lastig om toe te geven dat het alleen niet zo goed lukt? Uiteindelijk heeft deze mama de hulp geaccepteerd en komt er nu wekelijks iemand over de vloer die haar helpt met haar onzekerheden. Maar ook gewoon om simpel te normaliseren en haar verder op weg te helpen. Nou, ik heb haar in die eerste weken intensief mogen begeleiden. In het begin kreeg ik wekelijks appjes, telefoontjes van deze mama. Maar ook van andere hulpverleners, van waar kan mama nou haar vragen terecht? En samen zijn we op zoek gegaan naar de antwoorden op haar vragen. Maar toen kwam het punt dat ik mama vroeg of ze mij kon helpen. Ik legde dus haar uit dat wij binnen de campgemeente van start zijn gegaan met het project rond een kansrijke start. En het was voor mij toen ook erg confronterend. Dat zij antwoorden op mijn vraag van wat vind jij een kansrijke start? Ze eigenlijk alles omschreef wat ze zelf dus niet had. En in onze coalitie hebben we dus best al wat inzicht gekregen door dit interview wat ik had met deze mama. Ik heb haar toen ook enorm bedankt natuurlijk voor haar inbreng.
En toen begon ze te stralen van oor tot oor. Ja, snap ik. Ze had ik het niet verwacht iets te kunnen betekenen, zeg maar, met haar verhaal. Doei, doei. Dankjewel Inge en dankjewel Patricia voor jullie verhaal en als werkgroep ook. We gaan gauw door van de Kempen naar Rotterdam. En om niet helemaal uit te lopen in deze periode, wil ik jullie vragen om inderdaad eventjes weer de 3 minuten een beetje in de gaten te houden. Om jullie verhaal kort te vertellen. We zijn er zeker heel benieuwd naar het verhaal van Rotterdam. Dus Caroline, ja. En Esther, aan jullie het woord. Ja, ik heb de kookwekker gezet op 3 minuten. Goed. Zit hier samen met Esther, maar we hebben ook Christa Kuiper in onze werkgroep in Rotterdam. Die is in april gestart. Maar allereerst wil ik Esther het woord geven om even het plaatje toe te lichten. Het gaat ook eigenlijk over puzzelstukjes. En met name eigenlijk dat hartje staat ook voor die ouder die we eigenlijk willen toevoegen aan alle partijen die betrokken zijn rondom aanstaande ouders en ouders. Ik denk dat Esther het mooier kon vertellen. in het kort zal ik toelichten. Vorig jaar is in de bestuurlijke coalitie in Rotterdam al aangegeven dat we cliëntcentraal werken een heel belangrijk thema was, prioriteit had. Er zijn toen ook wat activiteiten geweest. En in 2022 zijn we nu gestart met deze werkgroep om echt, zeg maar, dit thema in proces te zetten. Het eerste wat we gedaan hebben is de term aangepast van cliëntcentraal naar oudercentraal. Omdat ook taal zo'n belangrijke factor is in, als je met elkaar wil hebben, waar hebben we het over. We zijn erg bezig geweest om te zoeken naar de aanpak. En we hebben gekozen voor een procesmatige aanpak waarin we steeds alle coalitiepartijen willen meenemen om ook de term oudercentraal met elkaar te laden. Inmiddels hebben we een startbijeenkomst gepland. Op 27 september aanstaande komt de coalitie bij elkaar. Daar zijn natuurlijk ervaringsdeskundigen bij. Inmiddels is ook bij onze eigen werkgroep een ervaringsdeskundige aangesloten. Die komt voor het eerst volgende week kennis maken. Want wij willen ook koploper zijn. We vinden ook echt dat wij als trekkers het goede voorbeeld moeten geven. En niet te vergeten neem ik ook mijn eigen collega's binnen de gemeente mee in deze beweging. Want zo zien wij het eigenlijk dat het echt een beweging en een mindset is die op gang moet komen. Daarnaast ook samenwerking gezocht met bijvoorbeeld collega's van de afdeling armoede. Omdat juist ook die integrale blik, zeg maar, willen verankeren in het werken met oudercentraal. Esther, heb jij al geluid? Ik ga het proberen. Ben ik nu hoorbaar? Ja, we kunnen je horen. Heel fijn. Ik heb het nu even zonder hoofdtelefoon. Dus, nou, ga je gang, Esther. Ja, dankjewel. Nog een kleine aanvulling op het plaatje dat we hadden. Caroline zei het al zo mooi. Er zijn professionals aan de slag. Er zijn beleidsmakers aan de slag. In dit geval was het rode hartje inderdaad de ouders en de kinderen. Die net zo goed samen met iedereen het klavertje 4 vormen. Waarbij we eigenlijk willen bijdragen aan geluk. En dit is 1 klavertje 4, maar als het goed gaat, dan willen we eigenlijk een heel veld vol klavertjes 4. En dat iedereen dit, zeg maar, gaat omarmen als zijnde, hey, dit vinden we met z'n allen normaal. De doelgroep, de ouder, voor wie we dit doen. Tuurlijk maakt die gewoon deel uit van dit hele proces. Dus dat was nog even het plaatje. Wat we zelf vanuit de Rotterdamse situatie wilden we onszelf ook gewoon een aantal leer- en reflectiepunten meegeven. En belangrijk, dat noemde Caroline al een beetje, van laten we vooral ook naar onszelf kijken waar we al zo vroeg mogelijk ervaringsdeskundigen kunnen betrekken. En dan niet alleen maar anderen vertellen dat ze dat moeten doen. Maar dat we dit zelf ook vooral doen, dat is ook een voorbeeldrol. Maar ook wel met elkaar beseffen, dit is een groeiproces.
We maken plannen en dat is ook goed, want dat geeft richting. Maar het is ook gewoon ontdekken met elkaar. Ouders centraal willen we niet alleen op het niveau van beleid en de coalitie, maar juist ook op organisatieniveau. Hè? Hoe doet iedereen dat? Elkaar daar ook op bevragen en elkaar daar ook in stimuleren. Dat is ook een beetje de lerende aanpak die we voor ons zien. Nou, ik zei net al, die voorbeeldfunctie, die voorlopersfunctie, daar kunnen wij denk ik best wat in doen. Maar het heeft ons ook tijd gekost om die beeldvorming van goh, die betrokkenheid van die ouderen, wat betekent dat dan? En we zijn ons ervan bewust dat iedereen met wie we samenwerken datzelfde proces ook moet doorlopen. En dat het soms gewoon tijd vraagt van organisaties en van professionals. We vinden het belangrijk dat we het ouderen centraal ook structureel inbedden in de aanpak. Niet als een apart project, maar juist dat we het verweven en integreren in de bestaande dingen die er al zijn. En het is aan ons ook om het geagendeerd te houden. Dus niet eenmalig of drie bijeenkomsten en dan hebben we het gehad. Dat het echt procesmatig een nieuwe beweging is. En belangrijk is dat we gewoon van elkaar blijven leren en het met elkaar doen. Dus vooral die groei, nou daar staat dat klavertje 4 ook op. Groen en groei, dat is een heel belangrijk onderdeel. Dit was ons. Ja, dank jullie wel Esther en fijn dat het toch gelukt is om een hele mooie uitleg bij het klavertje 4 te geven. En dank je wel ook Carolien. Dan gaan we nu gauw door naar de vierde pitch, West-Betuwe. Sharon zie ik. Sharon, ik weet niet of Elsbeth ook inmiddels is of gaat jij Elsbeth ga alleen? Is heerlijk aan het genieten van een vakantie, dus ik ben vandaag alleen. Oké, nou het podium dan. Ja, precies, dankjewel. Nou, ik ben dus Sharon Sens, ik ben werkzaam bij de GGD als gezondheidsmakelaar voor school en jeugd. En samen met collega Elsbeth van de gemeente West-Betuwe zijn wij kartrekken voor kansrijke start in deze gemeente. We zijn ongeveer 2 jaar bezig en met een hele, best wel grote enthousiaste groep zijn we ook begonnen aan kansrijke start. We hebben een mooi plan daarvoor geschreven. Maar omdat West-Betuwe een net gefuseerde gemeente was, vanuit 3 kleinere gemeentes naar 1 grote gemeente, hebben we in deze startfase vooral de focus gelegd op de samenwerking tussen de professionals in die geboortezorg. En dat was best heel lastig in de coronatijd, dus daar hebben we best wel een pluif aan gehad om wat dichter bij elkaar te komen en een plan te schrijven en een aantal ideeën daarbij ook uit te werken. Toen we zo verder klaar waren met ons plan en een aantal mooie ideeën daarover hadden, toen kwam dit leertraject op mijn pad, op ons pad moet ik eigenlijk zeggen, maar het is een beetje mijn pad geworden, omdat de collega ambtenaar van de gemeente die stopte toen. En toen ben ik zelf dit traject ingestart met de hoop ook hier veel inspiratie op te doen, om dat in de coalitie te brengen en te kijken hoe dat we daarmee verder konden gaan. Inmiddels heb ik gelukkig Elsbeth als nieuwe collega, dus samen zullen we hier ook verder mee gaan. Wat hebben we tot nu toe al kunnen doen? Nou, jullie zien het beeld hier van een aanzichtkaart die ongeveer 1 jaar geleden vanuit de werkgroepje vanuit de coalitie is ontwikkeld. En deze aanzichtkaart is een van de acties die hoort bij het vroegtijdig bespreekbaar maken van een kinderwens, zodat ouders eigenlijk gezond, fit en overwogen ook aan een zwangerschap kunnen beginnen. Dat is heel erg de wens ook om vanuit de verloskundige hiermee aan de slag te gaan. En wat we eigenlijk al merkten in deze leersessie is dat we wel heel veel inspiratie voor deze kaart vanuit andere gemeentes en vanuit andere hoeken hebben gehad, maar dat we het eigenlijk niet zozeer samen met de mensen hebben gedaan om wie het gaat. Dus dat was meteen ook een mooie eye-opener. En ook een stap om samen met de mensen in gesprek te gaan met deze kaart. En daar eigenlijk nog een aanzichtkaart 2.0, zoals we dat noemen, voor te ontwikkelen. Dus dat die nog beter aan gaat sluiten. Wat we wel hebben gedaan is bijvoorbeeld met lage letterdheid, met Stichting Lezen en Schrijven, gecheckt van hoe ziet deze aanzichtkaart eruit qua leesbaarheid. Ik heb er een paar plaatjes afgehaald, want er staan eigenlijk ook de contactgegevens op van onze verloskundige praktijken en nog wat websites. Dus hij is iets minder nu voor dit beeld dan dat hij normaal verspreid wordt. En voor mezelf heb ik ook wel geleerd in dit traject dat het dat je soms te ingewikkeld denkt. Hè? Dat het eigenlijk het samenwerken met de doelgroep niet ingewikkeld hoeft te zijn, maar dat je inderdaad, zoals ook al begin net in de tips werd aangegeven, dat je buiten de lijntjes moet denken. Dat je ook gebruik moet maken van een aantal platforms
die er al zijn. En ook dat terug kunt laten komen in bijvoorbeeld andere projecten. En dat we het ook echt samen moeten gaan doen als coalitie. Hè. Dus dat we echt zijn een grote gemeente met veel partners. Dus dat we echt dat ook samen moeten omarmen en samen aan moeten gaan pakken. En voor de komende periode hebben we in ieder geval 4 plekken benoemd om dit verder te kunnen gaan brengen. En daar zal ons vervolg dan ook verder over gaan. Dat was het, Carla. Ja, dankjewel Sharon. Mooi, ja. Mooi zoals jij vertelt over je eigen leerproces. We gaan naar Den Haag, de ene laatste. Dat zijn Nieke en Marleen, als het goed is. Ja, klopt. Ik zal de pitch geven. Wij zijn in Den Haag eigenlijk gestart al in 2012. Wij zijn toen begonnen als de Haagse aanpak perinatale gezondheid. Dus de basis van kansrijke start lag eigenlijk bij ons al wat langer geleden binnen de gemeente. En toen hebben wij eigenlijk met heel veel mensen zijn we gaan kijken naar wat is nou het programma, wat moet erin. En ook met mensen om wie het ging. Die zijn er al bij betrokken toen. De informele communities uit Den Haag. En daar is een heel programma aangegeven. Aldoende is dat wat minder aanwezig geweest na verloop van tijd. Dan ben je toch in de waan van de dag, ga je gewoon eigenlijk het uitvoeren. En daar is het wat minder in. Er waren wat minder de mensen om wie het ging bij betrokken. Nu hebben wij vorig jaar een bijeenkomst gehad waarbij we dus deze praatplaat gemaakt hebben. Dat is eigenlijk echt van, ja, hoe gaan we nou de coalitie bouwen in 2022 voor kansrijke start? Met de geschiedenis die we hebben en de toekomst die voor ons ligt. Hoe verder naar 2021? Hierin zie je ook een aantal termen genoemd waar het echt gaat over de jonge moeders. Expats, dat zijn ervaringsdeskundigen. De ouderraad wordt hier ook ingenoemd. Wat is het gezamenlijk belang? De termen die hierin staan zijn eigenlijk van, oké, waar moet een coalitie aan voldoen en hoe zorgen dat die nuttig is? De manier waarop je zorgt dat de coalitie nuttig is, om te zorgen dat in ieder geval de mensen om wie het gaat erin betrokken zijn en in betrokken worden en ook meehelpt met het bepalen van je plan voor nu, volgend jaar en de jaren die gaan komen. En dat is eigenlijk de reden waar we ook met het leertraject heel erg naar gewerkt hebben, is eigenlijk om te gaan kijken van, oké, hoe zorgen we dat die mensen om wie het gaat meegeborgd worden in het plan kansrijke start voor de stad Den Haag. En hoe eigenlijk dus het plan geborgd kan worden, het programma geborgd kan worden en de medewerking van de mensen om wie het gaat. Want je wil eigenlijk dat er in de toekomst een gedegen, integraal plan ligt met acties voor en door de mensen om wie het gaat. En dat is eigenlijk wat we met het leertraject in de laatste 3 maanden hebben beseft, beginnend vormgegeven en nog met het eindgesprek nog willen verder vormgeven en planmatig vast willen leggen eigenlijk voor de toekomst. Dankjewel Marleen. En ik begrijp dat Nieke hier geen aanvullingen meer bij heeft. Tenzij, als ze wil, zeker weten mag dat. Nee hoor, heel scherp Marleen. Dank, nogmaals. En we gaan nu naar de laatste pitch. Dat is Vlaardingen. Dat zijn Eveline en Eva. Nou, ga jullie gang. Ja, goedemiddag. Ik ben Eva. Ik ben jeugdverpleegkundige. Ik zit in Vlaardingen bij de Kansrijke Start. We zijn vorig jaar gestart met de coalitie. Ik ga jullie vertellen eigenlijk waar we vandaan komen. En Evelien gaat jullie zo wat meer vertellen over hoe we de informatie vanuit het leertraject hebben benut tot nu toe en hoe we straks verder willen gaan. We zijn als coalitie Vlaardingen eigenlijk pas eind vorig jaar voor het eerst bij elkaar gekomen. We hebben een vrij lange aanloop gehad. Door alle redenen heeft het best wel een tijdje geduurd. De eerste bijeenkomst viel mij heel erg op. En er hoort eigenlijk ook de afbeelding met de richtingaanwijzer bij dat we elkaar heel snel wisten te vinden. We hadden allemaal dezelfde bevlogenheid om rijke kansen te creëren voor de jonge kinderen van Vlaardingen. En ook allemaal ideeën daarbij. En dat was eigenlijk heel leuk. En vanuit daar zijn we ook met elkaar eigenlijk een richting gaan zoeken. En dat was begin van dit jaar. Voor ons was het denk ik wel een voordeel dat we ook gelijk het traject van VAROS toen in zijn gegaan. Op die manier konden we eigenlijk gelijk ook de leervraag met elkaar gaan formuleren. En dat was dan ook gelijk de richting die we op wilden gaan. We hadden heel erg behoefte om te gaan kijken van hoe kunnen we het netwerk rondom die ouder gaan versterken. Dus eigenlijk waar het dan begin van deze sessie ook over ging. Is netwerkversterking dan ook echt wat ouders willen? En op welke manier zouden we dat vorm kunnen geven? En het is met nadruk eigenlijk wel die richting die we op, aan het zoeken zijn. Zonder echt al een einddoel te hebben. Zodat we ook wendbaar blijven en echt stap voor stap samen met die ouder kunnen gaan kijken van hey, hoe gaan we hiermee verder met elkaar? We hebben dan een subgroepje vanuit de coalitie
gemaakt en daarmee zijn we verder aan de slag gegaan. En daarin vind ik ook wel weer mooi, we proberen die ouder te verbinden, maar ook weer samen met die ouder ook weer een bepaalde richting in de begeleiding voor het ouderschap te gaan zoeken. Evelien, ga ik jullie daar meer over vertellen. Ja, dankjewel Eva. We gaan dus, wat we nu willen gaan doen, is de wensen en behoeften van de ouders ophalen, van de mensen om wie het gaat. Dat willen we met de hele coalitie doen. Het idee is, er is al heel veel voor ouders in Vlaardingen en de leden van de coalitie doen daar heel veel in. Dus iedereen gaat binnen het netwerk wat hij daarin heeft, 1 of 2 diepte-interviews houden. Dat hebben we in de vorm gegoten van een klantreis. Dat zie je hier in de afbeelding ook. Dat hebben we weergegeven door de tijdlijn. Dus we gaan eigenlijk alle fasen van voordat je zwanger bent tot een ouder met een peuter doorlopen. En daarin vragen waar de wensen en de behoeften liggen en lagen van ouders. Eva en ik gaan daarmee van start. Gaan dat bespreken in de coalitie. We hebben daarvoor het interview al liggen. Die zullen we gaan testen de komende periode. De resultaten die we ophalen willen we dan ook weer bespreken met de ouders, de moeders die we geïnterviewd hebben. Om ze er blijvend bij te betrekken. En wij hopen daaruit dan ook een focusgroep of een panel te halen om duurzaam samen te gaan werken met de mensen om wie het gaat. Mooi, dank jullie wel. Ik hoor heel veel terug uit de leertrajecten en ook hele mooie overeenkomsten tussen deze 6 pitches. Zoals al eerder gezegd, we gaan nu naar de breakout rooms. Ik denk dat het goed is om gewoon met elkaar te delen, te bespreken van wat is je opgevallen en welke vragen heb ik. En nogmaals, mochten er vragen zijn waar je in je eigen breakout room niet de juiste persoon misschien voor ziet, bewaar die vooral. Bellen, je kan starten met de breakout rooms en tot over een kwartiertje. Oké, terwijl iedereen weer binnenkomt, gaat ervan uit dat iedereen ook eventjes wat heeft kunnen drinken pakken, even naar het toilet voor zover. Gaan we verder met onze tweede ronde pitches. Ik wil misschien dat er nog iemand eventjes kort iets wil zeggen over de breakout room. Zo niet, gaan we gewoon nu naar de tweede ronde pitches. En we gaan als eerste naar Amsterdam. Nou, ik zou beginnen. Ik ben Linde Leideker en van de GGD Amsterdam, programma Gezond en Kansrijk Start. En wij hebben eigenlijk een beeld gemaakt van verleden, heden en toekomst. En ik ben het verleden, dus daar ga ik wat over vertellen. Ik wilde even mijn timer aanzetten, zodat ik me een beetje aan mijn tijd hou. In Amsterdam heb ik heel lang het gevoel gehad dat we, en nog steeds, dat we allemaal een beetje op ons eigen eilandje bezig zijn met aansluiten bij de bewoners om wie het gaat. En daar is het linkerplaatje van. En daar zie je mij zitten, daar rechtsboven, compleet uit de toon vallend. En zo voelde ik me dus ook heel erg toen ik vanuit mijn jeugdgezondheidszorg spreekkamer de wijken inging om daar te proberen aan te sluiten. En daar heb ik ook heel veel missers in gemaakt. Bijvoorbeeld door het evolutieplaatje te gebruiken in een groep waar ook religieus leiders in zaten. Dat viel niet goed. En vaak het gevoel gehad dat ik aan het pionieren was. Maar mijn ogen zijn daarbij wel flink open gegaan. Van de ouders met wie ik dacht goede relatie te hebben in de als JGZ-verpleegkundige. Ik denk dat dat niet zo goed was als ik destijds dacht. En daar gaat het een beetje over van, wanneer gaan de ogen open? En we zijn allemaal op ons eigen kleine eilandje bezig met participatie. En dan gaan we nu naar de huidige situatie. Ja. Want als je dat in ieder geval binnen onze organisatie ziet, wordt er veel opgezet, veel initiatieven. Vaak echt
projectniveau. Alleen, waar komt dit nou allemaal samen? En dat was eigenlijk ook ons leertraject begon daar. Volgens mij doen we al veel, maar doen we dat eigenlijk wel goed? Is dit de juiste manier? Dus het was voor ons echt een spiegel. En we kwamen erachter, dat kunnen wij niet met z'n drieën. Dat moet echt groter en breder uitgezet worden. Dus wat wij hebben gedaan is gestart met een actieplan, om het zo te noemen, met een duidelijke stip op de horizon. En die stip op de horizon is dat de inzet van ervaringskennis in elke laag van de GGD terugkomt, van beleid tot uitvoer. En dat iedereen het ook echt beseft hoe belangrijk dat is. Die stip op de horizon is ver weg, we zijn daar nog niet. Soms is hij ook wat vaag. Dus we hebben hem ook wat concreter gemaakt. En dat doen we met de stip op de hoek van de straat. En daar kom ik. Want de stip op de hoek van de straat is voor ons... Nou ja, omdat er in het verleden heel vaak burgers, bewoners zijn gevraagd om te participeren... lopen we er nu soms ook tegenaan dat bewoners niet echt meer bereid zijn om in groepjes te gaan zitten... om te praten, omdat ze niet al het gevoel hebben dat er wat mee wordt gedaan. En ze ook niet willen zitten zonder waardering of betaling. En daarom vinden wij het eigenlijk dat er nu vanuit het management acties moeten komen om dit te accepteren en hier iets aan te doen. En hier hebben we binnenkort gesprekken mee met het management. Om ook daarna te gaan van, nou, waar ligt die verantwoordelijkheid? Willen zij hier ook iets mee doen? En of er mogelijkheden zijn hiervoor? Bijvoorbeeld het financieren van ervaringsdeskundigen. Maar ook om de mogelijkheden te verkennen of er duidelijke afspraken over komen. En wat we... naast die gesprekken daar nu ook willen doen, om het hen ook echt te laten ervaren, is om een spiegelbijeenkomst te gaan organiseren, om het belang hiervan duidelijk te gaan maken. En hem, dat management, juist te laten ervaren wat de impact is om het eigen verhaal te horen. Zodat wij vervolgens ons werk ook weer goed kunnen doen richting de bewoners. Dus dat was ons verhaal. Mooi, dank jullie wel. Jill, Linda en Jennifer, mooi. Inderdaad, vanuit verleden, heden en deze actieve toekomst. We gaan naar Nissewaard. Dat zijn Yvette en Elma. Kijk, ik zie al jullie mooie plaat. En nu nog eventjes... Ja, ik zie Yvette en Elma ook in beeld. Ga jullie gang. Ja, ik zal beginnen. Ja, Nissewaard is in 2021 gestart met deelname aan een kansrijke start. Maar door het uitval van wat beleidsmedewerkers heeft het een tijdje stilgelegen. Maar zijn we eind 2021 hebben we het project weer opgestart. In de lokale coalitie zijn er twee werkgroepen opgezet. De werkgroep aanbod en de werkgroep samenwerken signaleren. En dat zijn dan eigenlijk de werkgroepen bestaan dan uit de zorgprofessionals in het gebied. Inmiddels het leertraject zijn we ook eigenlijk hebben inzichten verschaft. Over het samenwerken met de doelgroep. En ons doel in het vervolgproces is dan ook om de verbinding te maken tussen het leertraject en de werkgroep samen. Ja, momenteel hebben we ook wel twee middelen gevonden om het samenwerken te zoeken met de doelgroep. En ten eerste willen we werken met wijkgerichte aanpakken. Waar de samenwerking zal worden gezocht met CNG. Want in Nissewaard hebben we een aantal achterstandswijken en ons daarop te focussen. Ja, willen we ook wel achterhalen wat er in deze wijken waar er specifiek behoefte aan is. En hopen we ook op middel van de input of het wellicht nodig is om ook een wijkgerichte interventie te ontwikkelen. En daarnaast heeft Nissewaard ook een mamacafé. En hopen we ook in gesprek te gaan met de moeders die daar komen. Om ook daarnaar behoefte te vragen. Een vervolgstap in ons proces is... dan ook een bezoek te brengen aan het Mama Café en deze vraag te stellen door middel van open en toegankelijke vragen. En we hopen met deze antwoorden ook aan de slag te gaan binnen de werkgroepen. Ja, dan pak ik even het woord over. In het leertraject hebben we heel veel verschillende inzichten gekregen. Met name het belang van samenwerken met zorgprofessionals die natuurlijk ook zitten in de werkgroep. Wij hebben ze hard nodig in dit traject, ook omdat zij natuurlijk vervuldig samenwerken met de zwangere vrouwen. En zij ook inzicht hebben over hoe dit het best kan. Dus wat wij heel erg belangrijk vinden is om de zorgprofessionals ook hiervoor warm te houden. Dat zij ook echt de input hiervoor leveren. Daarnaast vonden wij de sessies over vaders en over
andere etnische achtergronden erg interessant. Zeker omdat we willen werken met de wijkgerichte aanpakken. Waarin sommige wijken van is waar het ook veel mensen woonachtig zijn met een andere etnische achtergrond. Denken we dat we hier wel goede inzichten mee opgaan om specifiek aan de slag te kunnen. En daarnaast inderdaad staat de samenwerking met de werkgroep samenwerken centraal. En dat hopen we dus ook met het leertraject te bereiken. Zodat ze de koppeling kunnen maken met de lokale coalitie en het leertraject. Zodat ze ook een vaste plaats krijgen in de lokale coalitie. En ook een constante input kunnen leveren. Dankjewel Yvette en Elma. Mooie plannen. We gaan naar Delft. Dianne en Jeanette. Yes, goedemiddag allemaal. Ik ben Dianne Slingeland. Ik werk voor gemeente Delft en ben projectleider voor Kansrijke Start. Ik zal de aftrap doen en Jeanette zal zo meteen nog even verder aanvullen. Wij hebben vanuit de coalitie in Delft dit plaatje gekozen omdat het symboliseert een beetje. We zijn heel breed en open begonnen en wel met een stip op de horizon van hey, we willen kijken hoe kunnen we ervaringskennis meer gaan benutten binnen onze coalitie. En de paaltjes aan de zijkant zijn eigenlijk de mijlpalen die we gedurende het proces met elkaar bereikt hebben. In het begin hadden we ook echt het idee van, nou, misschien willen we wel regionaal een klankbordgroep rondom Kansrijke Start, zodat iedereen in de regio daarvan gebruik kan maken en je niet overal eigen klankbordgroepen gaat oprichten. En gedurende het proces zijn we eigenlijk veel meer toch weer lokaal uitgekomen om te zeggen van, nou, we gaan eigenlijk versterken vooral van wat er al is. Er is op dit moment een moederraad bij het VSV, hoewel je van de naam misschien nog van alles kan vinden. Maar waarvan we zeggen van, als we daar nou gewoon de ervaringskennis rondom Kansrijke Start ook verder in kunnen borgen, kunnen we daar gebruik van maken, ook door het voeren van spiegelgesprekken of het voorleggen van een idee om ook bij hen te toetsen van, is dit iets waar we mee verder moeten? In plaats van wat we tot nu toe meer gedaan hebben, misschien nog wel gezamenlijk opgaven verkend en een plan van aanpak getoetst aan ervaringsdeskundigen, maar nu ook met bijvoorbeeld het thema het betrekken van andere opvoeders. Eerst dus bij hen het gesprek te voeren over waar liggen dan vraagstukken, welke behoeften zijn er. En daarbij wil ik ook nog wel aangeven, kijk, dit is niet een halleluja verhaal, maar het leertraject heeft mij vooral ook geholpen om elke keer mijlpalen te bereiken. Want ik merk gewoon binnen een coalitie is Kansrijke Start iets wat iedereen wel als een onderdeel van zijn takenpakket heeft, maar naast nog een heleboel andere taken, waardoor het heel makkelijk verzandt in onderaan je mail of het komt nu even niet uit. En het heeft mij echt wel geholpen om elke keer weer die stap te kunnen maken rondom dit onderwerp. Jeanette? Ja, dankjewel. Als een kleine aanvulling daarop. Wat wij heel erg merkten in het leertraject is dat we kunnen heel erg veel leren van de gemeentes onder elkaar. Zoals net had ik ook een gesprek nog met Den Haag. En die zei al van, het is misschien ook nog wel raadzaam om gewoon ervaringsdeskundigen in te huren. Zodat je eigenlijk altijd je ouderraad of je moederraad altijd gewoon bezet hebt in plaats van het vragen. Dus dat vinden we heel erg leuk aan dit leertraject. En daarnaast, net wat Dianne ook zegt, ik ben zelf afdelingshoofd van de verloskunde en kraamafdeling in het de Graaf ziekenhuis. En ik merk heel erg dat zorgprofessionals in de ziekenhuizen weinig tot niets weten van Kansrijke Start. Dus dat is, daar ben ik ook actief mee bezig, samen met de coalitie, om daar wat meer bekendheid aan te geven. Ik heb nog één aanvulling, Carla, als ik nog één tel krijg van je. En wat wel heel leuk is, we hebben aan het einde van dit traject ook een ervaringsdeskundige betrokken bij het leertraject. En zij gaat voor ons ook het plan verder uitwerken. Op basis van de input die we hebben opgehaald in dit leertraject, gaat zij voor Delft verder de uitwerking maken van hoe we dat vorm gaan geven en wat dat dan vraagt. En ook een rol vormen in het voeren van die spiegelgesprekken en het voorbereiden van de ervaringsdeskundigen. Mooi, dank voor deze aanvulling en dank voor jullie verhaal. We gaan naar de Helmond, de tiende pitch is het in totaal, en de vierde voor nu. Dat zijn Danielle en Carla en Yvonne. Hoi, ja, ik ben Danielle Spoor, betrokken bij Kansrijke Start Helmond. Wat ons eigenlijk wakker schudde was eigenlijk de mail om deel te nemen aan de leersessie. Ik ben nu een jaar betrokken bij Kansrijke Start. Vanuit Helmond liep het al langer. Maar de mail over het betrekken van de ouders was eigenlijk wel een eye-opener. Van, oh, die zitten er eigenlijk helemaal nog niet bij. Wat een misser eigenlijk. Dus we hebben snel ons aangemeld. En al gaande kwamen we er wel achter dat vanuit de functie die je hebt, je eigenlijk wel anders de dingen oppakt die je leert.
We hebben een aantal mensen die echt in de praktijk met gezinnen werken. Dan pak je die informatie anders op als dat je een managementfunctie of een beleidsfunctie hebt. Dan kijk je natuurlijk langer vooruit hoe dat je ouders daarbij kan betrekken. En wat voor mij wel een eye-opener was, dat het niet meteen iets heel groots hoeft te zijn. Je kan ook gewoon vragen aan een ouder, als je hem kan vinden natuurlijk. Of ze mee willen denken naar hoe dat je iets geformuleerd hebt in een vragenlijst. Of dat je een bepaalde brief hebt. Of hoe dat je iets kleins aan kan pakken. Je hoeft niet meteen natuurlijk een hele ervaringsdeskundige in dienst te nemen. En dat structureel te doen. Maar begin klein en zie waar het eindigt. En waar je kan komen daarmee. Ik wou ook nog even de foto toelichten die we hebben. Op de foto zie je een huis wat verbouwd wordt. Wat eigenlijk wordt uitgebouwd. In het achterste gedeelte, het lichtbruine gedeelte. Woont een gezin met één kindje en mama is nu zwanger van een tweeling, dus er was wat uitbreiding nodig. En dat staat eigenlijk symbool van de situatie in Helmond, waar al veel gebeurt natuurlijk op het gebied van geboortezorg, maar waar je wel moet blijven kijken naar de cliënten die je hebt en de zorg die je verleent en of je daar misschien iets op moet aanpassen. En de spullen op de voorgrond zijn eigenlijk symboliek voor als je dingen gaat aanpassen of veranderen of probeert te verbeteren, dat je natuurlijk wel moet puinruimen op oude spullen en nieuw materialen de ruimte moet geven om een intrede te doen. Ik wou daarna Caroline het woord laten en uiteindelijk Yvonne over wat we allemaal geleerd hebben en gedaan hebben. Ja, Carla, manager kraamzorg. En ik ben zo'n beleidmaker die dan beleid zit te maken en opeens zich realiseert van hey, de cliënt, waar is die ervaringsdeskundige en hoe belangrijk dat is. Voor mij was de derde bijeenkomst ook wel echt inspirerend over dat samenwerken met de verschillende culturen en achtergronden. Ik weet nog de breakout room sessie, dat we met elkaar het gesprek gingen rondom de waarden en normen. Welke neem jij mee richting Sudan of een ander land? En toen kwam ik erachter van, hey, die waarden en normen zijn totaal anders. En hoe ga je daar met elkaar mee om? Dus ja, weer die cliënt betrekken. Met name ook van, ja, we spreken niet over kwetsbare ouders, maar we spreken over ouders in een kwetsbare situatie. En dat is wel belangrijk om dat steeds voor ogen te houden. Yvonne, wil jij nog wat toelichten? Ik ben Yvonne Raats, verpleegkundig specialist, werk bij de GGD. En ik sluit me een beetje aan bij wat Den Haag al zei. Wij doen al huisbezoeken tijdens de zwangerschap vanaf 2010. We hebben een goede relatie met de verloskundige, gynaecoloog en kraamzorg. En daarnaast alle andere ketenpartners die weten dat wij dit doen. Dit doen we bij moeders in kwetsbare situaties, dus dadelijk vanaf 1 juli zal het misschien nog meer gaan worden. En wat daarnaast nog is vanuit die kwetsbare gezinnen, daar komen cliënten naar voren die zoveel problematiek hebben en zoveel ketenpartners hebben, dat wij gezegd hebben wat we gaan doen is met 4 coördinatoren vanuit GGZ Jeugd, Maatschappelijk Werk, ORO is voor verstandelijk beperkte en de jeugdgezondheidszorg. En dat doen we ook vanaf 2010. Gaan we met deze ouders het netwerk wat zij hebben en de ketenpartners aan tafel om een zorgplan te maken, zodat het goed gaat. Dus een goede start met de baby. Tijdens deze leersessies hebben wij, of tenminste heb ik geleerd, wij doen al heel veel. En waar ga je dan op inzetten? Wat is dan goed om te doen? En dan hoor ik Carla zeggen, ja, we moeten deze ouders erbij betrekken. Dus Danielle heeft een mooie vragenlijst gemaakt. En in eerste instantie wilden wij die opsturen. Maar toen kwamen we erachter via Faros. Nee, dat moet je niet doen. Je moet eigenlijk deze ouders gaan spreken. Dus ik heb nou die vragenlijst. Gaat naar een moeder toe die in 2019 betrokken is geweest. En ik ga vragen aan haar of de vragen reëel zijn die gevraagd worden, als ze begrijpt wat er staat, dat wil ze doen. En daarna, maandag, zie ik de coördinatoren van het BOP-overleg en ga ik vragen, zullen wij deze groep, die besproken is in 2019, gaan bellen en deze vraag voor gaan leggen. Nou goed, dan moeten we afwachten wat er uit gaat komen. En mogelijk moet ons hele plan wel aangepast worden, weet ik niet. Dat zal er dan uitkomen. Dus dat is wel spannend, denk ik. Dus ja, zo ziet het er voor nu uit. Mooi, mooi zoals jullie dat samen hebben geschetst. Dankjewel Yvonne, Carla en Danielle. We gaan naar Zoetermeer. Marion en Kirsten.
Ja, goedemiddag. Ik ben Kirsten Kleij. Ik werk voor Stichting Pietzo in Zoetermeer en ben onderdeel van de coalitie. Samen met verschillende partners. Jullie zien de verschillende organisaties in het plaatje. De spiegel ligt Marion zo verder toe. Nou, kansrijke start. Ik heb het vaker gehoord, lag een beetje stil, was wat wisselend in de frequentie van het samenkomen. En eigenlijk een wisseling bij onze netwerkregisseur Jeugd van de gemeente heeft ervoor gezorgd dat we ook dit leertraject hebben vastgepakt om een soort doorstart te maken. En we merkten eigenlijk al heel snel dat dat heel prettig was. Zeker ook de begeleiding vanuit VAROS. Dat de mailtjes en de dingen waar je mee bezig bent dus niet onderin je mail terechtkomen, maar wat hoger op je actielijst. Dat je elkaar ziet en er actief mee bezig bent. We hebben het over verschillende dingen gehad. Ik coördineer bij Pietzo het bezoekvrouwenproject, waarbij vrijwilligers verschillende professionals binnen die eerste 1000 dagen ondersteunen. Bij een stukje taal en cultuursensitief werken. Dus dat is al een schakel naar de mensen over wie we het hebben, waar het om gaat. Alleen hebben we wel kritisch gekeken van kunnen we daar dingen in veranderen, verbeteren? Wat is daar precies in nodig? Ook is er een moederraad geweest vanuit het Langeland Ziekenhuis die door verschillende redenen... Ik hoorde iemand door me heen. Die ligt door verschillende redenen stil. En daar hebben we het ook over gehad. Van wat is er nou nodig om dat weer op te starten? En ik vond het heel mooi in gesprekken die we hadden, dat we elkaar ook aanspraken op het feit van, we zijn heel snel in de actie en we zijn dingen aan het verzinnen en heel erg met aanbod bezig. Maar we moesten dat steeds tegen onszelf zeggen of tegen elkaar. Van, hebben we het nu over de mensen waar het om gaat? En laten we die aan het woord? En dat vond ik al heel mooi dat je daar bewust van bent, zo in gesprek met elkaar. Dat je daar steeds op terugkomt. We hebben ook verschillende moeders in dit geval gesproken. Marion heeft een aantal van haar moeders gesproken, die ze eerder begeleiden. En ik heb ook een aantal moeders vanuit onze locaties gesproken. En daar vertelt Marion eerst even iets over. Ja, dat is goed. Ik heb twee moeders gesproken die allebei ongepland zwanger waren van een tweede kindje. De ene moeder die was heel erg alleen, had geen netwerk, bloodde dagelijks, soms wel vaker op een dag. Er speelde huiselijk geweld en nog van alles en nog wat. En het was haar niet gelukt om hulp te zoeken tijdens de zwangerschap, dus bij het zuigelingenhuisbezoek kwam ik daarachter en ze stond op een wachtlijst bij de GGZ voor de wietverslaving. Maar vanuit voorzorg had ik nog wat materiaal om daar alvast mee te starten. Dus dat heb ik gedaan. En zij gaf aan dat ik de enige was, de eerste was die serieus daarmee om is gegaan. Dat ze er dus echt mee wilde stoppen, dat ik dat geloofde. Dus dat was, daar was ze blij mee. En de andere jonge moeder was ook ongepland zwanger, woonde bij haar ouders boven, deed een opleiding, had eventueel ondersteuning van haar ouders om voor het andere kindje te zorgen. En ik heb aan allebei gevraagd, wat hebben jullie gemist tijdens je zwangerschap en tijdens die eerste periode daarna? Nou, die eerste moeder die had echt heel veel ondersteuning gemist en iemand om mee te praten en iemand om de zorgen mee te delen, iemand om te helpen te stoppen of minder wiet te roken dan dat ze nu deed. En die andere moeder gaf dus heel duidelijk aan, nee, ik had eigenlijk voldoende aan mijn netwerk. En dat is dus wel wat heel belangrijk is. Als je een netwerk erbij kunt betrekken, dan heb je al minder professionals nodig. En sommige moeders hebben dat van zichzelf al. En met anderen zul je daarmee moeten helpen om dat te ontwikkelen. Dus het mooie van deze gesprekken was, eigenlijk doe je natuurlijk niet zo snel je reguliere zorg evalueren, tenminste, ik niet, op het cw. En nu door deze verhalen merk je wat er meer nodig kan zijn en wat we misschien meer kunnen bieden. En dat kleine dingen soms al een groot effect hebben. Dus gewoon die werkbladen van de voorzorg hielpen haar al een stuk verder om minder te blowen. De spiegel die staat voor dat we in de toekomst de spiegelgesprekken willen gaan houden met aanstaande en kwetsbare ouders, zowel moeders als vaders.
En dat willen we samen doen met onze gemeenteambtenaar, met Pietro natuurlijk, de jeugdgezondheidszorg, PKZ en de verloskundige, zowel de extramuraal als intramuraal. En daarvoor staat er ook al een afspraak, zodat het ook niet kan verwateren. En we hopen dat we daarmee ook verder in de goede richting kunnen gaan. Dank je wel. Had je nog een aanvulling, Kirsten? Nee, ja, ik heb ook een aantal moeders gesproken. En eigenlijk wat ik ook bij de andere coalities hoor, dat netwerk. En die hele praktische, eigenlijk simpele, simpele dingen die je moet gaan faciliteren. Dus daar gaan we hard mee aan de slag. Ja, mooi al die linken met de andere verhalen. Ja, dat merk je heel erg. Heel mooi. Dank Kirsten en Marion. We gaan naar de laatste pitcher. Dat is Nijmegen. Ik zie Anja. En Anja die laat zich nog vergezellen, als het goed is, door Tamara. Ja. Aan jullie de uitsmijten. Nou, ik zou mijn best doen. Ik ben inderdaad Anja Ton. Ik werk bij GGD Gelderland Zuid. En ik ben betrokken bij zowel de Kansrijke Startcoalitie van Nijmegen als Tiel. Maar in dit verhaal richt ik me vooral op Nijmegen, waar ik samen met Tamara Hagen van Radboud betrokken ben geweest bij dit leertraject. Dit beeld, wat plaatje wat we hebben, geeft gewoon aan dat we vinden dat we in korte tijd best wel hard gegroeid zijn in de samenwerking met de mensen om wie het gaat. Echt van een idee, een kiem, naar een klein plantje en een wat iets groter plantje. Maar we zijn ook nog heel erg vol verwachting wat dat plantje ons straks gaat brengen. Want ja, we moeten nog zien hoe het gaat uitpakken als het straks groot en volwassen is. We werken in de gemeente Nijmegen al lange tijd samen aan Kansrijk Start binnen het netwerk Geboortezorg Samen. En daaruit is eigenlijk ook al vanaf het begin nog aan samenwerking met ouders via de in eerste instantie moederraad en later de geboorte- of ouderadviesraad. Maar daarin zaten niet echt de mensen om wie het gaat. Het waren vaak wat hoogopgeleide dames, soms inderdaad ook wat eerder ook al in een van de breakout rooms gezegd, mensen die al een interesse hadden of zelf al deels professional waren. En het lukte ons eigenlijk niet zo goed om dat te verbreden samen met de ouderadviesraad naar de mensen om wie het echt ging. En toen Tamara op een gegeven moment kwam met het idee, ik wil eigenlijk een cliëntenraad starten binnen het Radboud met ex-cliënten van de Poppoli. Toen hebben we als werkgroep kwetsbare zwangeren, waar we met elkaar ook bij elkaar zitten, hebben gezegd, nou dan willen we dat graag verbreden naar een focusgroep of een focusgroep kwetsbare zwangeren voor eigenlijk de hele regio Nijmegen, dus niet alleen gemeente Nijmegen. We zijn begonnen met het maken van een soort uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. We dachten, we willen eerst in ieder geval mensen bij elkaar hebben om ze uit te leggen wat ons idee is en wat wij dan van ze vragen. Dat hebben we via de ex-cliënten van de Poppoli aangeschreven, maar daarnaast ook verloskundigen, de JGZ Kraam gevraagd om het liefst mensen aan te spreken persoonlijk. Niet alleen de informatie op papier, maar juist ook het persoonlijk te maken. Nou, dat leverde uiteindelijk 14 aanmeldingen op voor een informatiebijeenkomst. Die hebben wij online gedaan in eerste instantie, want we dachten dan is het wat meer op afstand makkelijker misschien om aan te haken. In de avond hebben we dat gedaan. Toen hebben we vooral uitgelegd wat is ons idee erbij, wat verwachten wij, wat willen wij doen. En ook juist aan de deelnemers gevraagd, wat is jullie idee? Waarom hebben jullie überhaupt aangemeld voor deze informatiebijeenkomst? En welke verwachting heb je van wat we met elkaar gaan doen? Dat levert uiteindelijk 9 aanmeldingen op voor onze focusgroep. Helaas nog geen mannen, allemaal vrouwen. We hebben het nu even focusgroep kwetsbare zwangeren genoemd. Dat is meteen een van de aandachtspunten. Dat is onze werktitel. Dat hebben we ook echt benoemd naar de mensen toe. Van, we willen dat ook juist met jullie gaan bespreken. Hoe noemen wij elkaar eigenlijk? Want kwetsbare zwanger is best een gekke term. Dat merkten we ook in het gesprek met elkaar. Wij willen straks 4 keer per jaar bij elkaar komen. Dat hebben we al wel bedacht. Maar verder gaan we vooral ook kijken hoe het zich vormt. En de bedoeling is dat wij eigenlijk aan de partners van het geboortezorgnetwerk gaan vragen, wat willen jullie nou eigenlijk voorleggen aan de mensen om wie het gaat en we met hen bespreken, zodat wij dat mee kunnen nemen. Maar andersom willen we natuurlijk ook graag dat de deelnemers straks zelf ook kunnen aangeven, dit is nou belangrijk, laten jullie dat eens horen aan het netwerk geboortezorg en aan die professionals. Wat hebben we allemaal geleerd vanuit het leertraject? Het was sowieso heel fijn. We hadden ook al de vorige leertraject eigenlijk teruggekeken, de webinars daarvan gevolgd. Daar leer je ook al veel van. Maar ik vond vooral ook de gesprekken met Belle en Carla inderdaad, de één-op-één gesprekken heel goed. Omdat je dan ook meteen echt gaat kijken, wat neem je nou mee voor jouw lokale situatie?
We hebben bijvoorbeeld heel erg gekeken naar welke vorm willen we het nou geven. Hè? Willen we nou met ervaringsdeskundigen werken of met mensen met ervaringskennis? En uiteindelijk kwamen wij erop dat wij een focusgroep graag wilden. En dat we het juist ook heel fijn vonden om mensen met ervaringskennis te spreken. Omdat dat bij ons meer binnenkwam dan iemand met ervaringsdeskundigheid. Het heeft soms net iets een andere lading. Dat vonden wij heel waardevol. En wat we ook heel erg mee hadden genomen, ik denk uit de tweede bijeenkomst, was dat je dus inderdaad heel erg samen met de mensen om wie het gaat, de boel wil vormgeven. Dus onder andere al zo'n naam, het niet over mensen kwetsbare zwangeren, maar mensen in een kwetsbare situatie. Of hoe gaan wij het eigenlijk noemen en hoe gaan we dat vormgeven? Nou, dus dat gaan we vooral op de eerste bijeenkomst doen. En daarnaast willen we ze natuurlijk ook juist heel erg betrekken met hoe kunnen we nou nog meer mensen erbij halen. Want ja, nu hebben jullie eigenlijk wel, maar we zijn best wel benieuwd naar kunnen we nog meer mensen betrekken. En hoe willen jullie daarover meedenken? Hoe krijgen we nog meer mensen hierbij aangesloten? Ook een heel interessante vond ik in het leertraject is dat we ook heel erg hebben gehad over hoe kunnen we laagdrempelig communiceren met mensen. Dat was ook een eye-opener wel en zeker ook in de praktijk zagen we dat. Bij onze informatiebijeenkomst kwam één vrouw wat later binnen. En die had eigenlijk de rest van de mensen dus niet gezien. En op het moment dat wij aan haar uitlegden wat ons doel was van de focusgroep, zeiden we, ja, we willen graag een gesprek met aanstaande ouders die in een kwetsbare situatie hebben gezeten. Zoals bijvoorbeeld huisvestingsproblemen of verslaving of psychische problematiek. En wij vonden dat een duidelijke uitleg. Waarna zij een beetje bijna wit wegtrok en zei, nou, maar ik heb niet zo zin om in gesprek te gaan met mensen die verslaafd zijn en dakloos. En, dus zij had echt een heel erg ander beeld. Wij dachten, ja, dat is wel vanzelfsprekend. Hè? Iemand die nog dakloos is of verslaafd, die gaat nu niet in zijn focusgroep zitten. Terwijl zij dat beeld wel had. Terwijl wij dachten, ja, dat is logisch. Dat gaat om mensen die het mee hebben gemaakt en die nu in staat zijn om hierover terug te praten en denken. Dus dat was wel echt een eye-opener. Nou, in september hebben wij onze eerste bijeenkomst en gaan we zien hoe ons plantje verder gaat groeien tot een volwassen plant en hoe het er dan uit gaat zien. En we hopen natuurlijk op een hele mooie, vruchtbare samenwerking met de mensen om wie het gaat. En ook dat we het een structurele en vanzelfsprekend onderdeel kunnen maken van binnen ons netwerk Geboortezorg Nijmegen. Dat was hem. Anja, ja, ik begrijp, Tamara heeft... Heb je nog iets aan te vullen? dit hadden we zo afgesproken, ook omdat ik een beetje zijdelings bij dit traject betrokken ben. Ik ben heel actief geweest met het ontwikkelen ervan, maar niet zozeer bij dit VAROS-traject. Dus heb ik een paar keer bij aangesloten. Dus vandaar dat we de verdeling zo hadden, inderdaad. Maar wel mooi om te zien hoe jullie daar dan toch samen in hebben opgetrokken. Dank, hoe dat mooi samen is gekomen. Dan zijn we rond. Ik moet zeggen, inderdaad, ik vind het erg mooi om al deze verhalen te horen van al deze pitches. Wat is er veel gedaan en bereikt? We hebben nog een tweede ronde breakout rooms. Die zijn net wat korter dan de eerste, 10 minuten. En daarna gaan we afsluiten. Dat betekent ook dat we wel wat eerder dan 3 uur klaar zullen zijn. Zodat jullie ook nog allemaal eventjes in ieder geval van de zon kunnen genieten. Belle, wil jij de breakout rooms weer gaan starten? Ja, zijn we er weer allemaal? Bijna allemaal. Ik kan het niet zien bellen op mijn telefoon. Druppelt nog binnen. Ja, nog even wachten. Paar seconden nog. Ja, Bob. Volgens Bob mag ik gewoon nu starten. Ik hoop dat jullie hele leuke gesprekken net hebben gehad en dat heel veel vragen beantwoord zijn die jullie aan de pitches konden vertellen of konden vragen. Vragen die je nog hebt, hè, die niet beantwoord zijn omdat je niet bij de juiste pitcher zat, zet die vooral in de chat of mail die ons, want die kunnen we achteraf zeker voor jullie gaan beantwoorden of laten beantwoorden. Dank coalities voor jullie mooie bijdrage vanmiddag. Ik ben echt onder de indruk, en was ik al tijdens het proces, over de stappen die jullie allemaal hebben gezet en de mooie resultaten die er nu al zijn. En ook mooi om te horen, en dat wist ik al, dat jullie allemaal doorgaan, hè, en dat we dit gewoon voortzetten, dat er een start is gemaakt om die samenwerking met de mensen om wie het gaat goed vorm te gaan geven en dat jullie dat nu allemaal voortzetten. Ik ben daar heel erg blij om. Er start een nieuw leertraject in oktober, waar coalities die hier nog niet zoveel mee doen met die samenwerking zich heel goed voor op kunnen geven. Dat duurt ongeveer tot februari. De details zullen we binnenkort delen. Komen ook, hè? Je kan je opgeven via een bellen, maar dat zullen we allemaal nog even rondsturen. Dan rest mij nog alle mensen die er vandaag waren hartstikke te bedanken voor jullie deelname. Ik hoop dat jullie geïnspireerd zijn en je opgeven voor het leertraject.
Geniet van de zon.